jongens en meisjes. Vandaag gaan we deze gave Playmobil politiebus uitpakken. Ja, en ik heb een grote verrassing. Dat ga ik jullie zo meteen vertellen. En ben jij nou nieuw op dit kanaal? Abonneer dan even met dat rode knopje beneden. Want dan krijg je namelijk elke keer een berichtje als we een nieuwe video hebben. Zullen we snel gaan beginnen? Kom, dan gaan we aan de slag. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben eindelijk weer iets van Playmobil. Ja, en dit keer is het een hele stoere politieauto. Ja, en jongens en meisjes, wat is nou zo leuk? Ik ga deze doos weer weggeven. Zometeen verderop in de video leg ik uit hoe jij deze doos kan winnen via Instagram. Maar zullen we eerst even de doos gaan openmaken? Oh ja, en zometeen jongens en meisjes, ga ik ook nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. Kom, we gaan snel beginnen. Zo, ja, ik had weer heel veel verzoekjes gekregen. Speelgoed meneer, wanneer ga je weer iets van Playmobil uitpakken? Dus ik dacht, ja, snel naar de speelgoedwinkel en wat van Playmobil halen. Zo, laten we eens even kijken. Wow, dit is een gave doos. Zo, kijk eens even. Wat hebben we hier? Een zakje met stickers. En de sirene. Oh ja, dat is cool. En natuurlijk de bus van de politie. Kijk eens even. Die gaan wij nog mooi versieren met stickers. En kijk eens even de politieagenten. Oh ja. Nou, die ga ik er ook zo uithalen. En kijk eens even hier nog meer mooie dingen. En de wielen. Nou, zullen we eens even aan de slag gaan, jongens en meisjes? Zo. Kijk eens even. Nou, het is gelukt. Dan gaan we de wielen er eens even op zetten. Let op. Zo, kijk eens even. En dat gaat dan wel weer makkelijk. Volgens mij klik je ze er zo op. Let op. Doe je zo. Klik. En kijk eens, ze rollen dan wel weer heel mooi. Zo, kijk eens even. Hier een wiel op. En jongens en meisjes, jullie zijn natuurlijk benieuwd hoe jullie deze gave politiebus kunnen winnen. Nou, dat ga ik jullie vertellen. Ik maak even deze deurtjes erop. Wacht even hoor. Kijk, klik. Oké. De deuren zitten erin. Dan is het tijd om zo de stickers te doen. Maar ik zou eerst nog even vertellen hoe je deze politiebus kan winnen. Nou, let op. Vraag aan je papa of mama of ze een korte video of een foto willen maken wanneer jij naar de favoriete video van mij kijkt. Dus wat is nou jouw favoriete video van de speelgoedmeneer? Vraag dan aan je papa of mama of ze daar een korte video of een foto van willen maken. En of ze die dan willen delen op Instagram en mij daarin willen taggen. Nou, dit klinkt best ingewikkeld en dat snap ik ook. Onderaan de video staat hoe je dat kan doen. En ook op Instagram leg ik dat nog even een keer uit. Dus wil je deze nou winnen? Vraag dan aan je papa of mama of ze een korte video of een foto willen maken wanneer jij aan het kijken bent naar een van mijn video's. Oké, jongens en meisjes, kom, gaan we snel verder. Oké, dan is het nu tijd om deze gave stickers op te plakken, jongens en meisjes. Dan beginnen we met sticker nummer 1. Let op. En dit is altijd nog best ingewikkeld. Want je moet allemaal naar die nummertjes kijken. Maar let op. Hier aan de zijkant komt deze. Hoppakee. Zo. Dat is 1. Dan draaien we hem om. Een beetje deze politiebus. Een beetje gaaf aan het maken voor jullie. Dus dan kan je er gewoon lekker mee spelen. En hoef je het niet meer zelf te doen. Dat scheelt weer, hè? Dan hebben we nummer 5. Ga ik eens even kijken waar nummer 5 op moet. Let op. Die plakken we hier zo. Zo, kijk. Oké. Zo, kijk eens even. Hé, hey, dit is gaaf zeg. Dit begint al ergens op te lijken, jongens en meisjes. Kijk eens even.
Zo, kijk eens even. Hoppa. Kijk, ze hebben ze ook al rekening mee gehouden. Er is een gaatje in, zodat het handvat, de deurklink er mooi in kan. Zo. Okay. Tadaa, kijk eens even. Dit begint wel echt ergens op te lijken. Heel cool. Oké, kijk eens even jongens en meisjes. Alle stickers zitten erop. We zijn bijna klaar. En dan ga ik zo nog de groetjes doen aan heel veel jongens en meisjes. Zo, dan heb ik hier nog twee zakjes. Laten we eens even kijken, want daar zit ook de politieagent in, jongens en meisjes. Oh ja, kijk nou toch. Hé, dit is cool. Kijk eens even. Hé, geen politie mevrouw dit keer. We hebben wel eens vaak ook een politie mevrouw gehad. Dat was nog leuker geweest natuurlijk. Want politieagenten zijn niet alleen meneren, maar ook mevrouwen natuurlijk. Maar kijk eens even. Ik zeg wel, er is geen mevrouw, maar kijk eens. Dit is een politiebaret en die is volgens mij voor deze mevrouw. Dit is wel een mevrouw. Hé, wat leuk. Een politie meneer en een politie mevrouw. Zo, oké. Die zijn klaar, maar we zijn er nog niet. Ik zag dit ook nog liggen. Kijk eens even. Dit zijn de raampjes voor hier zo aan de zijkant van de bus. En dan jongens en meisjes komen we aan. Super gaaf. Kijk eens even. De sirene. Oké, ik trek even hier dit labeltje eruit. Want er zit al een batterijtje in. Dan heb ik nog een hele mooie sticker. En die sticker beweegt een beetje. Kijk, als je zo doet. Stop politie. Stop politie. Kijk, die plakken we hierop. Zo. En moet jullie opletten, jongens en meisjes. Die doen we hierin. Nu maakt hij geen geluid, deze. Maar de zwaailichten doen het wel, jongens en meisjes. Zullen we eens even proberen? Komt-ie? Oh ja. Hé, wat cool is dat. En dan na 3 minuten, jongens en meisjes, gaat hij automatisch weer uit. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind de sirene van de politie ook altijd wel heel gaaf. Nou, helaas zat hij er nu niet bij. Maar ik kan het geluidje er wel even in monteren. Zal ik dat gewoon doen? Let op. Doe ik ook even de sirene aan. Oké, jongens en meisjes, dan is het nu tijd om de groetjes te doen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Rogan van 4 jaar uit Hoofddorp, Sophia van 5 jaar en Floris van 3 jaar uit Münstergeleen, Lisette van 3 jaar uit Stadskanaal, Sophia Kortman van 3 jaar uit Dordrecht en Sophia, jongens en meisjes, is vandaag 4 jaar geworden. Gefeliciteerd Sophia met je verjaardag. Gerrit junior van 3 jaar en Lola van 0 jaar uit Bussum. Veerle, Nino, Suna, Paula en Andy uit Utrecht. Jonathan van 5 jaar uit Leidendorp. En ook zijn broertje Benjamin van 3 jaar ook uit Leidendorp. Mika van 2 jaar uit Maastricht. Lova van 4 jaar en June van 3 jaar uit Dentergem, België. Amy Krap van 4 jaar uit Venhuizen. Annabelle Blankenstein van 4 jaar uit Uithoorn. Alpay en Ainoer. En Colin van 5 jaar uit Zon. En jongens en meisjes, deze video hebben jullie ook een beetje te danken aan Colin. Want Colin had een tijdje geleden gevraagd: speelgoed meneer, wil je een keer een filmpje maken van politiespeelgoed? Nou Colin, deze is ook een beetje speciaal voor jou, deze video. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video in dat formulier jouw naam willen zetten. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Oké, jongens en meisjes. Dan is het nu tijd om de politie in de bus te zetten en dat we even een stukje gaan rijden. Zijn jullie er klaar voor? Kom, ga eens in de bus. Zo, kijk eens even. Dan halen we eerst eens even het dak eraf. Dan pakken we de mevrouw.
Kijk. Zo, de mevrouw van de politie zit erin. Zien jullie dat? Dan kan de meneer er nog in. Zo, kijk eens even. Nu zitten ze allebei erin. Hé, dat is grappig. Dan gaat het dak er weer op. Klepje erop. En dan is het tijd, jongens en meisjes, om in actie te komen. Sirene aan. En daar komt de bus. Kijk eens even. En zal ik hem eens even een zetje geven? Kijken of die hard rolt. Wow, kijk eens even. Dat gaat goed. Die rolt makkelijk. En stel je voor dat er iets aan de hand is, een noodsituatie of zo. Dan zijn ze aangekomen op de plek. Dan komen ze er weer uit. En dan gaan ze natuurlijk de mensen helpen. En als je thuis nog meer Playmobil poppetjes hebt, jongens en meisjes, dan kan je natuurlijk nog meer spelen met allemaal andere figuurtjes en andere voertuigen misschien wel. Maar kijk nou toch even wat leuk, hè. Dit zit er ook bij. Een bordje. Stop politie. Stel je voor, als er een ongeluk is gebeurd en de politie moet de weg afzetten, dat niet iedereen erin mag komen. Ja, dan kan ze zo dat bordje omhoog doen. Heel leuk, hè? Nou, jongens en meisjes, dit was het alweer. Je kan deze gave set dus winnen. Kijk even onderaan de video hoe je mee kan doen op Instagram. En jongens en meisjes, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En aanstaande zaterdag is er weer een nieuwe video. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!